Goedendag. Ook vandaag hadden we weer met een neerslagzone te maken. Dus kregen we weer veel van dit soort plaatjes binnen, mensen onder de paraplu. Maar tegelijkertijd hadden we ook nog met koudere lucht te maken waardoor een deel van die neerslag niet in de vorm van regen viel, maar ook in de vorm van ijsregen of natte sneeuw. En ik denk zeker vanavond in de noordelijke provincies dat we een aantal van dit soort plaatjes gaan binnenkrijgen, een echt wel winterse aanblik. Daar kan toch wel een sneeuwdekje gaan vormen van lokaal wel enkele centimeters. En dat is toch wel even ander weer dan we de afgelopen tijd hebben gezien. Hebben we allemaal te danken aan koude lucht die zich dus ook nog deels over het noordoosten van Nederland bevindt, maar met name ten noordoosten van Nederland. In het zuidwesten bevindt zich juist erg zachte lucht. En op dat strijdvlak zien we dus die neerslagzone, waarbij de neerslag in het noordoosten een winters karakter heeft. Is dus wel maar tijdelijk van aard. Want als ik de animatie aanzet, zien we dat de wind gaat draaien richting het zuidwesten. Dan wordt er zachtere lucht aangevoerd. Eerst nog erg wisselvallig. Vrijdag overdag hebben we vaker opklaringen met soms ook zonnige perioden. Maar een nieuw lage drukgebied nadert alweer op de zaterdag vanuit het zuiden. En die trekt in de loop van zaterdag en in de nacht naar zondag over Nederland. Dus voorlopig moet je die paraplu echt nog wel even bij de hand houden. Hoe ziet dat er dan uit in onze sneeuwverwachting? In een brede strook over het noorden kans op natte sneeuw, maar die blijft die sneeuw absoluut niet liggen. In de drie noordelijke provincies, in Drenthe, Friesland en in Groningen, wel kans op een tijdelijk sneeuwdekje van 1, 2, misschien lokaal zelfs wel 3 centimeter. Is dus wel maar tijdelijk, want die zachte lucht die rukt al snel op vanuit het zuidwesten. Dat zien we ook goed terug in de weersymbolen, die grote verschillen in temperatuur tussen het noorden en het zuiden. In het noorden een graad of 1 in het zuid-Limburg mogelijk al 11 graden in deze avond. De wind is daarbij overwegend matig uit oostelijke richtingen en op heel veel plaatsen is het dus erg wisselvallig met regenachtige perioden en in het noorden dus de kans op een tijdelijk sneeuwdekje. In het begin van de dag zijn die verschillen nog steeds aanwezig, maar uiteindelijk gaan in het noorden ook wel die temperatuur verder omhoog. Rukt die zachte lucht verder op en de minima die liggen zo tussen 1 graden in het noorden en 9 graden in het zuiden van Nederland. Vrijdag starten we dan nog wisselvallig met regenachtige perioden, maar die zachte lucht is daar wel ver naar het noorden opgeschoven. En in de middag komen we uit op 11 tot lokaal 13 of misschien zelfs 14 graden. En normaal zitten we rond 6 graden, dus dat zijn erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De wind is dan inmiddels gedraaid van oost naar zuidelijke richtingen. En de zon, die gaan we zeker in de middag af en toe wel zien. Er is dan een mix van zon, wolken en nog enkele buien die we overtrekken, maar echt wel een iets vriendelijker weerbeeld dan we deze donderdag hebben gezien. Kijken we dan naar het weekend, dan zien we toch een wisselvallig weerbeeld. Ook erg zacht, zaterdag een graad of 12. Dan starten we dus nog droog, maar in de loop van de dag die toenemende kans op regen. Zondag starten we dan nog met regen, maar daarna is het weer wat droger met dan nog graad of 10. In de loop van de nieuwe week zien we toch dat langzaamaan die neerslagkansen wat gaan afnemen. We krijgen meer met de invloed van een hoger drukgebied te maken. Dan gaan we de zon ook wat vaker zien. Overdag is het dan nog graad of 8. In de nachten neemt dan wel de kans op een enkele nachtvorst weer toe. Tot de volgende keer.